Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft op vrijdag 25 februari 2022 in de vergaderzaal van Bibus de Commissie for Sustainable Development Goals, CDG, officieel geïnstalleerd. Deze commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle 17 ministeries, zal ervoor zorgen dat de SDGs geïmplementeerd zullen worden op elk ministerie. De SDG-commissie wordt belast met de inventarisatie en rapportages binnen de ministeries naar de regering. Maar de bedoeling is dat u begint te inventariseren op uw eigen ministerie wat past binnen het kader van Sustainable Development Goals. Want wij gaan moeten rapporteren. Wij gaan elk 2 jaar is het? Of elk jaar? Ja. Dus hoe meer we rapporteren, des te beter is het aanzien van Suriname binnen de Verenigde Naties in termen van de uitvoering van SDGs. Het planbureau heeft het goede voorbeeld al gegeven door alle maatregelen die zij hebben ontwikkeld of opgesteld te linken aan een van de SDGs. Het is niet een moeilijke opgave, maar het vraagt wel wat denkwerk om die connectie te vinden naar die bepaalde SDGs. U allemaal heeft beleidsplannen. Ook, ook in de Nationale Assemblee, ABS, de andere instituten. Het is heel makkelijk om de activiteiten die u plant voor 2022-2023, om die te linken aan een van de SDGs. U gaat ondersteuning krijgen in dat proces vanuit het directoraat internationale samenwerking bij ons. En wat we graag zouden willen doen in de eerste fase is precies het inventariseren van dit. Zodat dwars door het beleid dat we willen voeren als land, dat de SDGs duidelijk herkenbaar zijn. Dat is maar één kleine taak. Daarnaast gaat u natuurlijk moeten propageren het idee van de SDGs. En SDGs zijn geen nieuw fenomeen, het is nu alleen maar beter georganiseerd. En je kan prioriteiten stellen, je kan kiezen. Wij gaan proberen op alle 17 terreinen, want dat is de taak van de overheid, om zaken te doen. In sommige gevallen gaan we naar samenwerking zoeken met nationaal het bedrijfsleven, maar ook met andere instituten die een bijdrage kunnen leveren op het stuk van welvaart en welzijn. Dus de religieuze organisaties, andere maatschappelijke groeperingen. En er komt een platform waarbinnen een deel, een vertegenwoordiging van de SDG-commissie, samen met bedrijfsleven en anderen aanwezig zal zijn. Vandaag heeft dan de installatie van de SDG-commissie plaatsgevonden. Zou u me wel nog wat meer kunnen vertellen over het doel van deze commissie, mevrouw Bradley? Ja, goedemiddag. De minister heeft de SDG-commissie ingesteld omdat de verschillende ministeries moeten zorgen voor de implementatie van de 17 SDG-doelen. Het is belangrijk voor ons dat er een integrale aanpak is van de doelen. Vandaar dat het belangrijk was dat alle ministeries vertegenwoordigd zijn, zodat we kunnen zien wat er vanuit de ministeries gedaan wordt om de doelen te implementeren, so to speak. Ja. Oké, zou u me bij deze wel al een beeld kunnen geven hoe deze doelen geïmplementeerd kunnen worden en hoe de verloop hiervan precies geschiet? Nou, dus wat we vandaag hebben afgesproken met de commissie is dat elk lid van de commissie nagaat, alvast inventariseert wat op de ministeries gedaan wordt aan de SDGs. We gaan zelf ervoor zorgen dat er een workshop komt om het eigenlijk nog inzichtelijker te maken voor de mensen wat verwacht wordt van ze. En we denken ook na hoe we dus die 17 doelen kunnen clusteren. We moeten nog even denken, doen we het langs de 5 P's van de SDGs, People, Planet, Partnership, Peace, Prosperity. Of gaan we het doen langs economic resilience of social resilience. Dus dat moeten we nog even nagaan. Maar belangrijk is dat we dus eigenlijk middels die de ministeries de doelen dichter bij de burger brengen. En ook niet te vergeten is dat we dus de connectie gaan hebben met de private sector, met het maatschappelijk middenveld. Omdat we eigenlijk samen moeten optrekken om die SDGs te implementeren.
Oké, prima. Dank u wel, mevrouw Bradley. Bij deze wil ik u bedanken en nog een fijne dag verder wensen.